zonne-energie is duurzame energie. We hebben heel veel land op Schiphol, dus potentieel heel veel mogelijkheid om energie op te wekken. Het levert 440.000 kilowattuur op, dus dat is hetzelfde als 125 huishoudens per jaar aan elektriciteit verbruiken. En waar gaat Schiphol deze energie voor gebruiken? Het opladen van elektrische auto's, maar ook onze gewone elektriciteitsbehoeften. We hebben nu zon, vaak in Nederland ook niet. Heeft het dan wel zin, zo'n zonnepanelenveld? Het heeft altijd zin. Als er maar licht is, dan is er ook energie. Maar op een dag als vandaag draait hij op volle sterkte. En op een druilerige dag is dat wat minder. Maar alleen 's nachts staat hij uit. Dus het heeft altijd zin. Dit is een test. Het is voor het eerst dat we terugleveren aan het net. Normaal staan zonnecellen op gebouwen en worden ze eigenlijk in het gebouw zelf gebruikt. Dus dit is echt nieuw voor Schiphol. Ook is nieuw dat we nu voor het eerst eigenlijk zonne-energie verkopen. Dus er zijn bedrijven die zeggen van nou, we willen graag dit soort energie hebben, groene energie. Dus dat is ook een test. En ja, naarmate we succesvoller zijn, zo snel gaan we ook weer nieuwe zonnecellen neerzetten. Dus ik hoop dat we al spoedig weer aan het volgende veld gaan beginnen.